verloopt het tot nu toe? Ja, de opening was weer interessant, om het zomaar even uit te drukken. Het was precies om 4 uur begon de regen ook, en niet een beetje. En daarna stroomde het toch behoorlijk vol en een hele mooie opening. En het aantal bezoekers, is dat nog meegevallen op deze avond, hè? Ondanks de regen allemaal? Ja, ze stonden al in de rij voordat we open gingen. En uiteindelijk, de tenten waren vol. Alleen de paden zijn wat modderig en dat is wel jammer. Dat is echt jammer. En hoeveel tenthouders zijn er op dit moment? Er zijn 106 bedrijven en er zijn 121 stands. Dus sommigen hebben meerdere stands betrokken. Dus dat is, vorig jaar hadden we de 74. Dus dat is toch wel gegroeid. Ja. Dit is het tweede jaar dat jullie dit doen. En de locatie, hoe zijn jullie daar toen eigenlijk aan gekomen om het hier te doen? God, 1997 ben ik begonnen als studentenbedrijf en dat is uiteindelijk gegroeid tot wat het nu is. En we hebben goede betrekkingen met toen nog jeugdherbergencentrale, later STOK. Goede betrekking met de manager en we hebben mooie evenementen neergezet. Toen in 2011 de kasteeltuin werd geopend, dat is natuurlijk een juweel voor het kasteel. En dat hebben we geprobeerd om dat zo goed mogelijk in te betrekken bij het geheel. We staan hier bij iets heel bijzonders eigenlijk, spa's. Kun je even uitleggen wat het precies allemaal inhoudt? Tuurlijk. Spa, de meeste mensen kennen het als een jacuzzi. En een spa, dat is puur voor het masseren en spieren, zorgen dat het echt gewoon geheel loskomt. En het is in verschillende maten natuurlijk verkrijgbaar. Jacuzzi is dus de Amerikaanse merknaam, waaronder iedereen het kent. En wij verkopen ze dus hier ook, op de kerstfair. En heeft u interesse, laat het ons weten. Spa Training Europe, we zijn in Uitgeest. We staan hier bij een ontzettend fleurige kraam. Wat verkoop je allemaal? Ik verkoop huisdecoraties gemaakt met servette techniek. Allemaal zelf gemaakt? Allemaal zelf gemaakt, gewoon aan mijn eetkamertafel. En dat is moeilijk? Ja, als je niet weet hoe het moet, dan is het best wel moeilijk. En je moet wel heel creatief zijn om het te kunnen doen. Ja. En je staat vaak op zulke beurzen? Nee, dit is de eerste keer dat ik op deze sta. Ik sta wel op Brokante Markt en andere markten. En dit is voor mij de eerste keer dat ik hier op sta. Nou, het ziet er super uit. Echt een kerstsfeer. Ja, ik heb mijn best gedaan de afgelopen 2 maanden. Wij staan hier met broodplanken, snijplanken en tafels. Eikentafels, iepentafels, alle soorten hebben we. We maken alles zelf, dus je kan bij ons komen en een blad gewoon op maat naar keuze bestellen. En het stalen onderstel kunnen we ook gewoon maken voor u. We zitten in Alkmaar, stoeretafels.com, stoerebroodplanken.nl. En alle dingen die hier staan, die maak je zelf allemaal? Allemaal zelf gemaakt, ja. We zagen zelfs de bomen zelf, dat wordt allemaal gedroogd. En dan maken we ook de bladen zelf en het staal doen we ook allemaal zelf. Dus je kan echt zeggen van ik vind dat een mooi blad, maar ik wil dat onderstel en ik wil eigenlijk die kleur. Geen probleem, kan allemaal. We kunnen alles gewoon op maat maken. En zo op je slaaptafel. Super! Ho ho, ho ho! Ho ho!